Dag lieve schatten, het is toch om te gieren? Kreen ook als Tenerife, heerlijk. Vandaag zijn we naar de kapper geweest. Het was echt eventjes nodig. Daarom zit ik nu zo in beeld. Ik ga je eerst even de voorfoto laten zien. En dit is het resultaat. Voor een tientje zit het toch prima. In Casa Sergio en dan gaan we allemaal lokale gerechtjes proeven en ze hebben een eigen wijn. Hoe noem je dat? Eigen wijn, brouwerij of zo, perserij, stamperij. Ja, ze brouwen hier wijn. Nou, ze maken hier dus hun eigen wijn en dan komt het uit een kraantje, uit een vat. En misschien dat ik het straks wel even gaan filmen en dan allerlei gerechtjes en ja, dus zijn we dat nu aan het doen. Lieve kijkers, ik heb nog twee wijn op. Lekker, Robert. Ja. Oké. Robert. We zijn hier natuurlijk om de lokale lekkernijen te proeven. Ja, hoezo? Heb jij die Bachman gezien? Ja, die heb ik zeker gezien, ja. Dus, hoe laat kan het hier het hotel zijn, denk je? Nou, ik ga even je Google Translate gebruiken, dan kun je het zelf vragen. Probeer maar eens even over het randje te lopen, Robert. Dat is ernaast. Nou erop. Fantastisch. Ik kon eens een beetje wijn op. Ja, weet je. Dit wijn is... Ja. Lulleke. Soep eet je in een... Heel klein beetje op.